Goedendag. We hadden een rustige start van de dag. Wat wolkjes aan de hemel, maar verder op heel veel plaatsen flink wat zonneschijn. Zien we ook op de satellietfoto terug. Boven Nederland eigenlijk geen noemenswaardige bewolking aanwezig vanochtend. En het echt wat mindere weer, dat vinden we echt ver op de oceaan. Daar ligt een storing, zorgt daarvoor flink wat wind. Daar valt ook op heel veel plaatsen regen, bereikt ook later vandaag de Britse eilanden. Ook boven Zuid-Europa flink dikke wolkenplukken te zien. En daar vallen ook in de loop van de dag flinke onweersbuien met lokaal veel regen. En op sommige plaatsen zelfs een forse hagel niet uitgesloten. Ook bij ons zullen vanmiddag wat stapelwolken ontstaan en met name in de zuidoostelijke helft groeit een enkeling daarvan uit tot een pittige bui. Buien trekken langzaam, dus lokaal kan veel regen in korte tijd vallen. Ook onweer behoort tot de mogelijkheden. Met name in het noordwesten blijft het eigenlijk heel de middag zo goed als droog. In het noordoosten zou nog een enkel buitje tot ontwikkeling kunnen komen. Niet veel wind vandaag en temperaturen van zo'n 19 graden pal aan zee tot zo'n 21 of 22 graden verder landinwaarts. Morgen zien we op meer plaatsen pittige buien dan ook in het noorden van het land. Ook dan trekken de buien langzaam en is kans op lokaal veel regen en misschien ook onweer. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag. Landinwaarts misschien een graadje hoger als de buien wat later vallen. En ook dan staat daarbij niet veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Met name vrijdag een stevige wind en vaak regen. Ook in het weekend pittige buien met kans op onweer en veel regen. En na het weekend verandert eigenlijk weinig. Ja, uiteindelijk wordt het pas later volgende week weer wat vaker droog. Maar daarover vanmiddag meer. Ik wens verder nog een fijne dag.